Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuw report van Nieuws TV. Stefan, hoe vond je de wedstrijd gaan? Wat was jouw eerste songfestival die je meegemaakt? Wat doe je die voor opleiding? De Thomas More, Papabo. Geef geen blauw duimpje omhoog doen of abonneer op mijn kanaal. Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Nieuws TV. Vandaag ben ik weer in Amsterdam vandaag met Jeanette Schuurbier. Zij is, vertel het ook jezelf, Jeanette. Hallo, hi, ik ben Jeanette Schuurbier. Ik ga het niet over mijn leeftijd hebben, maar ik loop al een tijdje mee. Dat weet Niels ook. Ik ken Niels vanuit de basketbal. Ik ben door mijn kinderen in de basketbal getrokken. En heb daar mede ook mijn werk van gemaakt. Ik ben al heel lang, heb ik een eigen bedrijf, vanaf dat ik 24 was. En dat gaat over... Ja, waar gaat het precies over? Ja, het bedrijf wat ik heb is Solar Initiative. Daar ben ik 24 jaar geleden mee begonnen. En dat was een bedrijf vormgeving en fotografie. Tegenwoordig fotografen. En ik deed de communicatie van heel veel modebedrijven. Onder andere de Vogue en de Bijenkorf. En een aantal jaar geleden kwam ik in basketbal terecht. Ik ben dol op basketbal. En toen had ik op een bepaald moment zin om dat wat ik ken op mijn twee passies, namelijk basketbal en mode, om dat niet te combineren. En daar is eigenlijk Via Basket uit voortgekomen. En Via Basket is een online platform dat gaat over basketbal en waarin we eigenlijk proberen verhalen te vertellen over basketbal en mooie reportages te maken. Zoals we zeggen, basket, stories en style. En eigenlijk om basketbal een hit een modegevoel mee te geven. Dat is wat we daar heel erg doen. En wat voor nu modegevoel? Het modegevoel is wat je eigenlijk de afgelopen jaren heel erg ziet. Wat steeds meer gebeurt is dat noemen ze streetwear. En dat is eigenlijk dat kledingitems die uit de sport komen. Denk aan hoodies, sweaters, sweatpants, sneakers. Dat die ook worden gedragen naar het werk of als je gaat winkelen. En dat je dus een sweater waar je normaal gesproken die als joggingbroek of als joggingpak droeg, dat je de hoodie apart neemt en dat je daar een gewone broek draagt. Of een hele mooie glanzende rok bijvoorbeeld, met hele grote sneakers eronder. Dat is eigenlijk heel erg wat er speelt. Felle kleuren heel erg belangrijk zijn. Oh ja. Ja. En daarnaast, zeg maar, ben ik, omdat wij vanuit Via Basket veel gevraagd werden om eigenlijk mee te denken in de communicatie van sportbedrijven en basketbal, denk aan het Nederlands team, hebben wij Behind the Arc opgericht. En dat is een creatief social studio. En dat betekent eigenlijk dat we daar heel veel bedrijven helpen, sportbedrijven, sportmerken, modemerken, met het hoe ze moeten communiceren naar hun klanten. En dat noemen we dan contentcreatie. En dat doen we eigenlijk ook weer met hetzelfde modegevoel wat wij ook in Via Basket doen. En hoe is het heel leuk om te doen? Het is heel erg leuk om te doen. Ik sta elke dag glimlachend op en ga dan nadenken van wat we hebben, namelijk ook kleding, merchandise, die we zelf maken. Of welk artikel gaan we schrijven. Of voor een klant nadenken van god, hoe kunnen we zorgen dat zij op een hele leuke, bijzondere manier dingen kunnen laten zien. Of de producten kunnen verkopen. Dat is eigenlijk iets wat wij, waar wij elke dag mee bezig zijn. Heel erg leuk. Ontwerp doet het ook zelf? Ik ben niet echt een ontwerper, maar ik geef wel de richting aan. Wat gaan we doen? Welke kleur worden? Of gaan we welke item komt erbij? En de ontwerpers, dat zijn Mink en Miguel. Die hebben dat, kunnen dat veel beter. Ja, dus eigenlijk de leiding hier. Ben je een soort van voor ja, zeg maar. Ik ben degene die die mensen, alle kleine stukjes aan elkaar breidt, zodat er één ding uitkomt. Totaal pakket van jij toch gewoon. Ja, ik zorg dat alle radertjes samen die motor vormen. Ja. En hoe is het hoe vorm je die motor dan? Hoe doe je dat die radertjes aan elkaar dan? Hoe ik dat doe, dan is ik maak heel veel to-do-lijstjes. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel geleerd
heleboel doen op de dag. Dat moet je opschrijven. Ja. Dat doe ik heel. Ik luister heel erg en ik kijk naar waar mensen zijn. En ik probeer mensen ook aan een planning te houden. Okay. Dat ze van tevoren weten wat ze moeten doen en wanneer het af moet zijn. Mm-hmm. Nou, en dan verder, als we het hebben over bijvoorbeeld. Als het dan moet worden gemaakt, dan kijk ik of de teksten goed zijn. Dan gaan we er een mooie vormgeving overheen doen. Dan lees ik dat na en dan presenteer ik vaak even maken naar de klant. Dus okay. Maar dit is wat we hebben bedacht. Ja. Dan denk ik dat ik het zo moet doen. Leuk. Ik denk echt veel passie van zoals we ook daar heel mooi zien. Ja. Heb je nog een tip voor jongeren die de mode niet willen? Dat is. Mode is ontzettend leuk. Kan je leren. Er zijn opleidingen voor. Er zijn hele creatieve opleidingen. Maar er zijn ook opleidingen, zoals ik heb gedaan, is hoe je mode moet inkopen. Om te berekenen wat iets kost. Om te berekenen wat je moet verkopen. Om een collectie te maken. Dat kan je heel erg doen. En wat heel belangrijk is, als je de mode wilt, maar eigenlijk geldt dat voor alles. Kijk altijd om je heen. Er is elke dag overal van alles te beleven. Of het een mooie vogel is als je in de trein zit en naar buiten kijkt. Of het is een hele mooie kleur van een tegel. Maar wat ik altijd zeg, mijn motto is heel erg, zeg maar, get inspired and be inspiring. Omdat je heel erg om je heen kijkt. Raak ik geïnspireerd en daar word ik creatiever en daardoor kan ik andere mensen weer inspireren. Dat is heel erg, dus dat is de tip. Heel goede tip, houd het goed vast. Het merk Nikon van Maak Schilder. Ja. Wat doe jij daar precies voor? Nou, Mike heeft het merk Nikon en het zijn hartstikke goede t-shirts. Ook heel goed en hij heeft een ambitie om daar natuurlijk heel erg veel groter mee te worden. Dus eigenlijk is wat wij doen voor allerlei opdrachtgevers en klanten, dat doen wij ook voor Mark. Dus wij gaan samen met hem kijken, maar wat is zijn merk, wat is de DNA van zijn merk, dus waar staat het voor en wat betekent dat en hoe moet hij dan gaan communiceren, hoe kan hij dat duidelijk maken dat jij denkt, ja maar ik wil dat Mikkel shirt weer kopen. En omdat ik op Instagram dit gezien heb of omdat ik die Nikon type ben. Dat is wat we eigenlijk samen met hem aan het bouwen en aan het doen zijn. Dus ideeën, zodat hij uiteindelijk mee kan gaan verkopen. Leuk. Ja. Dankjewel voor je tijd. Nou Niels, ik vond het super ontzettend leuk. Ik vond het super leuk om met jullie te zijn. Super tof. Dit was Niels TV. Geen blauw duimpje mogen doen. Of abonneer op mijn kanaal. Tot de volgende keer. Later.